Hallo, welkom bij Drumpraat seizoen 2 en dan wel ook aflevering 1. Mijn gast voor vandaag is niemand minder dan Cyriel Directie. Cyriel en ik die kennen elkaar eigenlijk al sinds de jaren 90, waar we wel voor elkaar invielen. En hij heeft in de jaren daarna heeft hij zeker niet stilgezeten. Ook in deze coronatijd is hij buitengewoon actief gebleken. We gaan gauw beginnen. Cyriel Directie. Hey Cyriel, te gek dat je er bent. We zijn begonnen. Te gek. Seizoen 2, maar seizoen 2 kunnen we niet instarten zonder even aandacht te hebben voor het volgende. Er is ons een fantastische collega ontvallen. Oscar Kraal. Klopt inderdaad, ja. Ik wist van niks en ik heb op een gegeven moment Oscar ook gevraagd of die dus mijn gast wilde zijn in seizoen 1. Ja. Dat was al niet meer mogelijk. Nee. En dus het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar ik vind toch dat we even dat moment... Want jij bent ook geweest bij de begrafenis. Ja, inderdaad. Ja. Wanneer was het? Vrijdag 9 ja. april. Ik weet niet precies wanneer mensen dit kijken. Maar vrijdag 9 april 2021 hebben we Oscar begraven. En dat was heel aangrijpelijk. Aangrijpelijk. Sorry, hoe noem je dat? Aangrijpend. Ja. En... Ja, het is een groot gemis voor heel drummend en muziekmakend Nederland eigenlijk. Ja. En niet alleen Nederland, maar ook tussen de Benelux. Wat een geweldige drummer was hij. Dat is een gekke drummer, ja. Echt. En ik ken hem sinds ergens in de jaren 90 of zo. En ik heb eigenlijk altijd wel tegen hem opgekeken. Omdat hij toch altijd alle stukken, zeg maar zoals die stukken van de Tower of Power en zo. Dat hij in de tijd dat die muziek super hip was. Dat dat echt gaande was. En dat echt... Een soort van, kan je Squibcake spelen of kan je dit? Dan kon hij het altijd net even iets beter. Mm. En hij heeft zichzelf een hele tijd opgesloten, ook met de drumstel, dat is echt te horen. Geen conservatorium gedaan. En heeft zich echt, ik denk dat hij wel het onderste uit de kant van zijn eigen muzikale kunnen heeft gehaald. En het is echt het is een hard gelach dat hij er nu niet meer is. Door die vreselijke ziekte. En Ja, het is verschrikkelijk en hij gaat ongelooflijk gemist worden. Het is echt, ja, hij heeft natuurlijk fantastische dingen gedaan bij Anouk en Candy ook. Dat heb jij ook gedaan? Ja, heb ik ook gedaan. Ik heb het, even kijken, zeg maar dat ik vast in die band bij Candy zat en zeg maar in die tourbus en zo zat. Na Oscar en toen kwam Oscar weer terug en toen kwam ik ook weer en toen kwam Joost en toen kwam, weet je, dat wisselde een beetje. Ja, precies. Maar wat een fantastische drummer was het. Gekke drummer, ja. Heerlijke time, muzikaal, smaakvol. Ja, en ook technisch onderlegd, weet je wel. En altijd, of hij nou fit was of niet, weet je. Hij klonk altijd gewoon heel fit en heel... Ja. Heel straight en super strak, weet je wel. Echt ongelooflijk goede pocket. Ja, zoals ik al zei, lekkere techniek ook. Niet overdreven veel exposure, maar als het moest kon hij het wel, weet je wel. Ik heb hem bijvoorbeeld Naked Stage zien doen in Aruba. Daar was hij dan voor Yamaha en ik was dan met Montschouts met een directie. En een Naked Stage is inderdaad zeg maar alleen naakt een drumstel op een klein podiumpje van 2x2. En dan wel hoog, zeg maar tussen de twee grote hoofdpodia in, was het toen geloof ik. En daar speelde hij in zijn eentje. Dat deed hij echt waanzinnig. Ik heb dat zelf ook één avond gedaan, maar dat bracht ik er niet zo goed vanaf als dat Oscar deed, weet je wel, omdat hij heeft zo'n vocabulaire. Hmm. Ja, het is, ik weiger eigenlijk ook nog steeds, ik zeg nog, hij heeft, ik ben er nog niet helemaal, hoe noem je dat, aan toe om te zeggen van hij had zo'n vocabulaire. Ik blijf ook gewoon maar een beetje in de tegenwoordige tijd over hem praten en het is een groot gemis. Het is, vader van twee prachtige dochters ook. Ja. Ja. Nou ja, goed. Het is in ieder geval een mooi moment voor ons om even in ieder geval even aan hem te denken. En hem, ja, zeker. En hem even te noemen. Absoluut. Want Oscar, je was een fantastische drummer. En je hebt veel mensen weten te raken en te inspireren. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Zeker. Ja. Hey, maar tof dat jij er ook bent nu. En eerste aflevering zijn we aan het opnemen. En ik ben ontzettend blij inderdaad, dat je er bent. Ja, het is even schakelen voor mij nu van Oscar naar heel gezellig hier in de prachtige Friese. Maar ook dat is het leven. Ik heb leuke paar stokken voor je meegenomen. Hey. Dat is hartstikke leuk. Want het is... Te gek. Dan heb je ook wat. Weet mooie je wel, hartstikke leuk.
Ja, te gek. Dankjewel. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ja. Gezellig. Nou, vet. Tot nu toe. Leuk. Ja. We gaan beginnen. Hey Cyril. Hey, zie ze. Zitten we dan. Zitten we dan. Ja, te gek. Jeetje, wat kennen wij elkaar al lang. We hadden het er net over, jaren 90. Klopt inderdaad, ja. Ik kwam niet verder dan Rocky Horror, maar jij kwam nog verder terug ergens. Ja, en hoe heette die band dan? Ja, daarvoor speelden we een van de coverbandje. Gimmick heette dat nog. Gimmick. En daar, ja, sinds die tijd kennen wij elkaar al. Je hebt echt van alles en nog wat heb je gedaan in die jaren, in je carrière daarna. Van Candy Dulfer, Kane zat je op een gegeven moment ook bij. He, ja. Dat heb je toen volgens mij, toen dat echt heel beroemd begon te worden, heel bekend, toen zat jij erbij in die tijd. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, hoeveel jaar heb je dat gedaan eigenlijk? 2 jaar, iets langer. 2,5 jaar. 2,5 jaar. Net geen 3 jaar uit mijn hoofd. Nou ja, Candy heb je gedaan. Ik weet het niet precies, maar je hebt in ieder geval ontzettend veel leuke en toffe dingen heb je beleefd. Ja. Veel getoerd, veel gedaan. Je hebt ook altijd, je speelt linkshandig. Ja. Dat is ook wel eens leuk om eens een keer een linkshandig drummer te hebben. Ben ik de eerste linkshandige? Ja, volgens mij wel. En de eerste van deze afleveringenreeks en de eerste linkshandige. Nou ja, Marcel Seriese, die speelt ook. Maar die heeft toch een rechtshandige opstelling. Dat is heel anders. En je speelt op een heel bijzonder drumstel. En de kijkers die hadden af en toe ook een leuke vraag. Dat hebben ze gevraagd. En daar kwam een vraag van Johan van der Meer. En dat ging over dat drumstel. Dat drumstel dat heb je zelf gemaakt. En, of tenminste met behulp van die bouwer. En dat is een bijzonder verhaal, hè, achter dat ding. En de vraag die hij had is, speel je nou graag op die set? Of speel je liever op een ander drumstel? Hoe vet vind je dit drumstel dat je hier altijd op wil spelen? Ja, er zijn eigenlijk een paar vragen in één. Precies. Ja, inderdaad. Ik heb dit drumstel volgens mij 4, 5 jaar geleden gebouwd. In samenwerking, of eigenlijk onder de bezielende leiding van Thijs van der Heijden. En het was voor mijn programma, dat heet De Nieuwe Stradivarius. Dat is allemaal terug te vinden ook wel online. Thijs die had dus inderdaad het bedrijf CustomDrums.nl. Ik zeg had, want Thijs en ik leerden elkaar ook, we werden dus geïntroduceerd in dat programma eigenlijk aan elkaar. Ik ben dus een soort van zoektocht in het programma gaan doen van wat voor drumstel zou je willen maken en zo. En uiteindelijk werd ik gekoppeld aan Thijs. Toen dacht ik, Thijs, ik wil het zo en zo helpen. En toen zei hij van, nou oké, ik bouw altijd in segmenten, zoals dit drumstel. Maar hij zegt, nou dat wil ik heel graag proberen. Dus dat is het drumstel geworden. Maar toen dit drumstel af was en toen dus ook het tv-programma zeg maar helemaal klaar was. Toen was er een collega van ons, Hans Greven. En die belde me op, die zegt, joh, ik krijg die drumbouwer. Want die had ook wat trommels daar staan, want dat deed hij ook revisie en zo. Ja. Hij zegt, ik krijg die drumbouwer niet te pakken. Kan jij het voor me proberen? En Thijs van der Heijden was een beetje een Einzelganger. Hij werkte graag alleen. En was ook heel graag met zichzelf of op zichzelf. En toen heb ik hem, omdat ik dus zeg maar wel zijn 06 heb, heb ik hem gebeld en ingesproken bij hem. Joh, Hans Greven belde me en laat even wat van je horen. En ik denk 3 dagen daarna, toen belde Kim Weemhof me op dat Thijs was gevonden, dat hij was overleden. Oh jee. Dus hij was overleden en dit was eigenlijk het laatste drumstel wat hij heeft gebouwd. Dus dat heeft het ook nog een soort van emotionele band heb ik met dit drumstel. Omdat ik dus en een hele goede tijd heb, ongelooflijk veel geleerd van Thijs van der Heijden. En het is het laatste drumstel wat hij heeft gebouwd. En ik heb het ook nog zelf ook, weet je, de meeste dingen, alle segmenten heb ik allemaal zelf gezaagd. Er waren ook processen waar hij eigenlijk liever geen camera bij had. Omdat hij toch zoiets had van, nou, dat is mijn beroepsgeheim. En ik vond het echt vreselijk om te horen dat hij dus zeg maar met al die kennis is overleden. Want ja, drumstellen zoals deze zullen dus nooit meer gebouwd worden. Hij klinkt ook vet. Ja, ik vind hem ook erg fijn klinken inderdaad. Ja, het is dus inderdaad de Amerikaanse Rosewood. Daar moesten we ook nog een tijd op wachten op het hout, voordat het binnen was. En toen moest bestelden. Ik geloof dat hij zelfs ook nog een bepaald hout had Thijs afgekeurd. Van nee, dit moeten we niet doen. We moeten voor het beste gaan. En ik vind het heel fijn dat ik met hem deze ervaring heb mogen delen. En dat ik gewoon echt een drumstel heb wat gewoon echt uniek is.
En ik vind hem heel goed klinken. Even kijken. 22 inch bassdrum. Ja, de diepte is, omdat het handgemaakt is... Geen idee. Niet heel precies. Bij benadering. Bij benadering inderdaad. Ja. Dit is wel een 12 inch stomp. Diepte weet ik ook niet precies. 15 inch floor. En de snare ook bij benadering, maar ook 14 inch. En dan heb ik hier nog een 14 inch. Ik zal even spieken. Yamaha. Ook custom. Ik ben eigenlijk wel... Speel je altijd met een tweede snare? Ja, over het algemeen wel, omdat ik zeg maar qua beat... Ik wissel zelfs ook, omdat ik dan zeg maar deze snare weghaal en dan een andere neerzet. Mm-hmm. Maar deze heb ik altijd naast staan voor gewoon als je zeg maar als er stukken voorbij komen, liedjes waar echt alleen maar beat in voorkomt, dan is het wel lekker om zeg maar in plaats van een hogere snare een wat lagere te hebben. Ja. Dat je in plaats van als volgende liedje. Precies, snare is heel bepalend, hè? Heel bepalend, inderdaad, ja. Ik heb er ook wel eens dingen over gehoord. Steve Jordan die heeft daar bepaalde opvattingen over... dat je eigenlijk elk nummer wat je speelt in een band-situatie... zou je al naar gelang het nummer de snare moeten wisselen of zo. Dus dat eigenlijk. En voor de rest heb ik, ja, qua spullen... Ik heb ook Yamaha sets, omdat ik inderdaad wel Yamaha geëndorsed ben. Hardware, altijd Yamaha, want dat vind ik het allerlekkerste werk. Het is oersterk. Niet al te zwaar. En dan gaat altijd het langs mee. En nou we toch over spullen hebben. Ja. Zildjian Beckens. Ik heb vandaag die Armand Beautiful Baby. Dat is een sizzle. Ja. Daar heb ik er eentje uit, want dat vond ik een beetje overdreven. 3 sizzles. Dus dat vind ik mooi. 15 inch hi-hat. K. Custom. Die heb ik ook. En dan hebben we hetzelfde. Ja, klopt inderdaad. Het zit inderdaad van dezelfde klankkleur. En een Constantinopel K, zeg maar zo nieuw is dat. En er staat op 22 inch medium tin. Kijk. Low. Nou. Mooi, hè? Ja, dat is te gek. Ja, dus dat is Zildjian allemaal, stokken ook Zildjian. En dan hebben we het qua spullen wel gehad. Precies, maar het is wel... Het is leuk. Een snare is wel heel bepalend voor je sound, hè? Dat is ontzettend zo. Ik heb hier ook een heel mooi sneertje van... Wat heb jij, Sietse, wat voor spullen gebruik jij allemaal? Nou, de mensen die mij al vaak hebben gezien spelen in Drumpraat... weten inmiddels dat het een Star Walnut is. Maar ik heb hier een hele vette nieuwe snare van Tama. Een SLP. Prachtig mooi apparaat. Dori zegt, mag wat kosten, hè? Nou, ik weet niet wat die kost, maar ik weet wel dat die erg mooi is. Nee, dan zou je toch even bij... Het is niet zo diep inderdaad. Het ziet er ook heel goed uit. Ja, ja het is echt een... medium hoog gestemd. Ja, het is een snappy soundje. Kijk. Oh ja. Ja, en jij slaat eigenlijk altijd met rimshot dus. Altijd, je laat altijd de dingen... Ja, wel veel. Ja, ik gebruik het hele spectrum wel. Maar als ik op zo'n snare speel, dan wil ik hem wel hebben, zeg maar. Ja. Dat is wel iets wat ik inderdaad ook doe. En daarom is het ook wel leuk om zeg maar een lagere snare... Tenminste, vind ik dan altijd een lagere snare. Want die speel ik dan in principe nooit met de rims. Dat klopt. Altijd middenin. Ja, dat klopt. Dus waar je zeg maar hier de snare in doe je hier nog wel... Doe je hier wel de... Precies. Met de... Nou, dan wordt hij snappy en krachtiger ook door. Ja, dat vind ik te gek. Nou, dat was het wel, hè, zo'n beetje. Ja, dat was het wel een beetje. Nee, maar leuk. Maar jij bent wel iemand die heel veel verschillende dingen doet. En je hebt ook heel veel verschillende gedaan. Kane of Candy, dat zijn toch... Ja, maar over dat verschillende dingen doen. En ik ben ook wel een bandman of een bandjesman. Maar nu bijvoorbeeld in Montes Schouts met en directie is het heel specifiek. Zijn we met z'n drieën. Ja. Weet je waar we dus nooit invallen. Anders spelen we niet. Dus we spelen of met z'n drieën of niet. En dat is helemaal te gek om met z'n drieën te spelen. En invallen doe ik ook nog steeds. Af en toe wel bij andere bands. Alhoewel, nu in die coronatijd is er niet zoveel te spelen. Dus is er... er is niet zoveel. Het is moeilijk. Ja. Het is lastig. Laten we het daar niet te veel over hebben. Want ik bedoel, daar heb je het natuurlijk met iedereen al over gehad. Hoe het is en hoe je je tijd invult enzovoort. Ja. Ik ben blij dat ik gewoon nog
mijn huur kan betalen en mijn hypotheek kan betalen. En weet je, dat ik gewoon kan leven. Dat is voor sommige mensen ook wel anders. Mensen hebben hele drastische stappen gemaakt, ook om me heen wel, die zeg maar de muziek hebben gelaten voor wat het was. Ja. En in totaal iets anders zijn gaan doen. Dat hoeft gelukkig nog niet voor mij. Veel dingen gedaan. Ja, maar ja, dat was natuurlijk ook wel mijn voornemen of zo. Dat ik zoiets had van, oh ja, dat wil ik doen. En ik ben geboren in Deventer, zoals je weet. En daar heb ik heel lang met heel veel plezier met iedereen gespeeld. Tot mijn 22e, geloof ik. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. En toen studeerde ik ondertussen al op het conservatorium. In Hilversum was het toen nog. Dat is ondertussen gefuseerd met Amsterdam. En toen ben ik in Amsterdam gelijk in de kroeg gaan spelen. Echt overal. En ik heb eigenlijk, ik denk, een jaar of 3 nergens nee tegen gezegd. Ik heb echt alleen maar, ja, ik ben dan bijvoorbeeld geen Latin specialist. Maar als mensen me vroegen, had ik zoiets van, oké, denk je dat ik het kan? Ja, het zijn die en die stukken. En dan ging ik gewoon als een malle zorgen dat ik me er ook maar een beetje doorheen kon bluffen. En dan lukte dat ook. En daar heb ik eigenlijk wel het meeste van geleerd ook. Buiten dan dat ik zeg maar op het conservatorium les had van Dennis Saupala en Kees Kranenburg, Marcel Sirius en Gerard Jeltes. Gerard Jeltes en ik vergeet er nog een paar. Eigenlijk in de kroegen heel veel leren spelen. En die live scene die er toen was, zeg maar, zo in de jaren 90, ja, die is er niet meer. Weet je, ik heb dat ook wel, als ik workshops doe of masterclasses of gastlessen geef, want ik deed ook wel, ik viel wel in voor Oscar op het conservatorium ook. En als mensen dan vragen ze van, ja, maar hoe kwam je dan aan zo'n groot netwerk en hoe kwam je dan dit? Want het was natuurlijk pre-internet-tijdperk. Ja. Dat is dus inderdaad door dat alsmaar spelen en dat je gewoon in iedereen zijn telefoonboekje terechtkomt. Precies. En zelf ook dingen organiseren. Heel belangrijk. Ja. Dus zelf dingen onderneemt. Tegenwoordig zie je natuurlijk drummers op online die echt helemaal te gek allerlei dingen thuis opnemen met heel flashy camera's en dingen. Nou, dat was toen allemaal nog niet mogelijk. Ja. Dus op die manier heb ik mijn netwerk opgebouwd. Maar als jij, we zijn van dezelfde generatie. Als je hebt dus de jaren 80, 90 tot nu, daar zijn wij eigenlijk zeg maar groot geworden. Ja. Maar als jij, wat zou jij als het belangrijkste, misschien wel grootste verschil kunnen duiden in relatie tot bijvoorbeeld nu, hoe wij zijn opgegroeid, wat wij hebben gedaan en met bijvoorbeeld de huidige stand van zaken bij jongeren? Nou, ja, dat is inderdaad gewoon internet. Er is nu zoveel te krijgen. Ik weet nog dat er een paar video's waren op het conservatorium van Vinnie Kaliuta en van Dave Weckl, geloof ik, of zo. Ja. Videobanden. Ik kan nagaan. Ja, VHS'en. VHS'jes. Die ging je dan gewoon kijken op school. En die mocht je dan niet meenemen of zo. Of als je mazzel had, dan kon je er een keer een kopen in de muziekzaak. Als je dan op tijd was voordat iemand anders hem alweer voor je had weggesnatcht. Ja. Tegenwoordig vind je alles online. Lessen online, weet je wel. Dus het aanbod is veel groter. Dus je kan veel eerder grotere stappen maken, zeg maar. Maar in relatie tot bijvoorbeeld sound of verdieping in je sound, vind jij dan dat dingen anders zijn? Nee, kijk, kilometers zul je sowieso moeten maken. Maken. Die moet je maken. Tenminste, ik denk dat je daarop doelt. Ja. Of zat het antwoord in de vraag? Ja, nou ja. Nee, inderdaad. Ja. Nee, dat klopt. En je zegt net zelf ook al dat spelen, inderdaad. Je moet het gewoon, inderdaad. Je moet het ontwikkelen. En het liefst met een heleboel mensen. Want het is natuurlijk ook wel een sociaal gebeuren. Sommige mensen zeggen dat nu tijdens deze hele pandemie dat het tegendeel wordt beweerd. Zo van, nou ja, weet je wat, zie je, het gaat toch goed. Jullie kunnen toch ook gewoon met een cameraatje thuis en daar ook nog een camera aan. Dan kun je toch ook leuk muziek maken met elkaar. Maar het heeft niet zoveel te maken met de interactie zoals zeg maar het samen spelen bedoeld is. Het hele sociale thema. Het is mooi thema, dat die techniek er is, weet je wel. Want dat het allemaal kan tegenwoordig. Maar het is niet
Volgens mij is het niet de... Het is een mooie oplossing, maar het is niet het einddoel, zeg maar. Ik zou er niet aan moeten denken dat dit het, zeg maar, was voor mij, weet je wel. Dus dat dit de enige manier was om muziek over te brengen. En je te uiten. Ja. Ja. Ja, nou, gelukkig doen we binnenkort Field Lab met Candy ook. Oké. Dus dat is dan speel ik voor het eerst weer voor, wat is het, 350 mensen. Kijk. Bij elkaar. Zo. Ik weet niet eens meer hoe ze eruit zien, 350 mensen bij elkaar, hoe dat voelt. Ja. Dat is best wel een ding als je dat een tijdje hebt gedaan. Dus dat vind ik wel bijzonder dat we dat weer gaan doen. Ja. Dus dan speel je toch weer voor het publiek. Als ik jouw manier van spelen hoor... En je hoort jezelf spelen en je zou zelf moeten benoemen... Wat is nou typisch jouw manier van jouw opvatting? Kun je dat illustreren of kun je dat benoemen? Nou, dat vind ik moeilijk eigenlijk. Ik heb laatst rond de kerst heb ik de Top 2000 Agogo. Was ik bandleider. En daar mocht ik dus ook, moest ik zeggen van, nou, wie vond je dan de beste drummer? Wat is het beste? Speel iets wat je zelf leuk vindt qua drummen. Nou, daar kwam ik met 1000 ideeën eigenlijk. Maar wat er eigenlijk als hoofddoek, of waar ik eigenlijk op uitkwam, dat was die... Fatback van James Brown. En dit is dan alleen de beat. En die beat is ook wel leuk, maar die is eigenlijk ook alleen maar leuk als er en gitaar en bas en drums bij zijn. Dus ik ben niet zozeer een solist. Maar ja, ik hou zelf gewoon ook van dansen en ouwe hoeren. En, weet je, dus ik, voor mij moet muziek hebben, is ook een soort van gezelligheidsding. Mm-hmm. Weet je? Dus ik... ik weet niet wat dan precies mijn... Ik vind eigenlijk, zeg maar, zo'n beat vind ik heel leuk om te doen. En... gewoon, weet ik veel, mensen begeleiden vind ik heel leuk. Ja, dat vind ik eigenlijk wel lastig om die vraag heel duidelijk te beantwoorden. Omdat ik toch telkens om andere dingen ook gevraagd word. Ik word niet voor één ding gevraagd of zo. En ik vind het ook niet heel leuk om heel lang één ding te doen. Nee. Niet dat ik me verveel tijdens een gig of tijdens dat ik een job aanneem. Dat ik denk, het zal wel of zoiets. Maar zeg maar zoals ik zeg maar... ik heb een plaat gemaakt met Hans Dulfer. Ja. Ik speelde ongeveer een jaar of 15 met Hans Dulfer. En het was heel lang gezellig. Maar wel met tussenposes. Want af en toe dan was ik, weet ik veel, met Treintje Oosterhuis aan de tour. Of met Candy inderdaad. Of andere dingen. Dus dan mocht ik even vrij nemen. En op een gegeven moment zei Hans van... Ah, nu moet je gewoon echt... eigenlijk wou hij me de hele tijd erbij. Ik zeg, nou Hans, dus ik kreeg een beetje woorden over. Toen zei ik, weet je wat we doen? We stoppen even met samenwerking. En dus zeg maar, agreed to disagree. Ja. Dus hadden we zoiets van, oké, nou klaar. En toen werd ik zijn vaste invaller. En in die periode, was grappig eigenlijk, toen was ik een keer mijn telefoon aan het schoonmaken. Weet je wat, dat je filmpjes eruit gooit en zo en weggooit. En toen zag ik een filmpje van Hans en mij, van een paar jaar daarvoor weer, dat we met z'n tweeën aan het soundchecken waren. Alleen sax en drums. En ik speel, leuk, weet je wel. En het was super swingend. Toen dacht ik, dat moeten we doen. Dus ik bel Hans. Ik zeg, Hans, zullen we een duoplaat maken? Hans zegt, ja, dat is goed. Dus dat was het enige wat hij zei. Ja, ja, ja. En toen hebben we afgesproken dat we geen afspraken zouden maken. We zijn gewoon de studio ingegaan. Hoe begon dat? Ik heb een heel groot stuk papier genomen. Ja. En daar heb ik 7 muziekstijlen heb ik erop geschreven. Weet je wel? Een reggae, een jazz, een slow, een ballad. Weet je, gewoon een aantal muziekstijlen. Wat was het eerste wat je deed met hem? Het eerste wat we deden was een paukenbeat. Dat is grappig. Dat is ook allemaal terug te vinden hoor. Online op YouTube en zo. Dat is wel, en het is ook op Spotify te beluisteren. Even kijken hoor.
beetje Ponciana-achtig, ken je dat? Mm-hmm. En toen gingen jullie los. Nou, hij blies daar overheen, weet je wel. En daarna had ik nog zoiets van, oh, dan moeten we een reggae-stukje met z'n tweeën. En heb ik uiteindelijk Henny Vriend erbij gevraagd om uiteindelijk nog wel baslijnen erbij te spelen. Er was nog een Kaseko-stukje, dat hebben we gewoon zoals Kaseko. Als Kaseko zeg maar is. Mm-hmm. En dat ding is, hoe heet het, een nieuw lintje. Gewoon inzetten, spelen en dan kijken waar het uitkomt. En precies. Gewoon echt vrij. Ja. En over vrij gesproken ook inderdaad. Jazz gewoon snel en dan... Ja, gewoon zeg maar die oude Bimhuis-stijl-achtig benaderend. En daar heb ik, weet ik veel, ik denk iets van 14 stuk of zo opgenomen in 2 dagen in de Bullet Sound. En toen had Hans zoiets van, nou joh, ga je gang. Produceer, maar maak er wat van. Nou, knippen, plakken, bellen. Frans Cornelis op sousafoon. Rick Mol, trompet. En echt gewoon mensen erbij gevraagd. En dus echt een plaat gemaakt. Weet je, dus echt van, dat heb ik ook echt wel geleerd van die oude Dulfer. Van niets iets maken, dat is jazz. Ja. Nou, dat is eigenlijk ook gewoon niet alleen. Dat geldt niet alleen voor jazz hoor. Dat geldt af en toe ook zelfs voor popmuziek. Ja, natuurlijk moet je wel iets van een geraamte hebben of zo. Maar het gebeurt eigenlijk maar heel weinig dat er iemand naar je toe komt en die zegt van, ik heb iets geschreven. Ik weet precies wat je moet, precies exact wat jij moet gaan drummen. Ik weet ook precies met welke snare en ik weet precies met dat. Dat gebeurt niet. Dus toch wordt er iets van je creatieve ding altijd verlangd. Bring something extra. Jouw sound, hè, op die platen. Ja. Is dat ook wat we terug horen op dat album van Montis, Goud, Smit en Directie? Nee. Of is dat een andere parallel? Ja, dat is een andere. Dat is inderdaad, om even aan te geven, want ik vertelde net zo van, ik vind het leuk om verschillende dingen te doen, maar dan vind ik het ook leuk om verschillend te klinken. Ja. Ik heb nu deze set bij me, maar ik heb ook die Club Custom heb ik van Yamaha. Ik heb een hele oude Ludwig, heb ik, uit 1966. Die klinkt ook echt te gek. Die heb ik bijvoorbeeld wel bij Montis, Goud, Smit en Directie ook gebruikt in de studio. Of trommels daarvan af en toe, weet je wel. En die bassdrum, die klinkt ook helemaal te gek. Dus dat is wel een set die ik veel gebruik. Ja. Dan heb ik nog een 18-inch 18-inch bassdrum waar de meningen over verdeeld zijn welk merk het is. Dat weet, weet niemand. Niemand dat weet raar. Dat. Dat is heel raar. Maar die heb ik en die klinkt ook goed. Ik heb zeg maar iets in gedachten en met de drumstellen die ik, de setjes die ik heb, die kan ik dan gewoon lekker neerzetten en daar kan ik dan wel. Je mengt ook dingen. Zeg maar deze twee voorbeelden, Montis, Goud, Smit en Directie en Duo Dulfer Directie, zijn echt twee verschillende drumsounds. Tenminste vind ik. Okay. Haal je ze wel eens door elkaar, dus dat je dingen. Absoluut, zeker. Ja. Hè? Zeker. Ja, want we hadden het net bijvoorbeeld over die snare. Ja, deze gaat eigenlijk altijd wel mee. Weet je wel? Denk je, we spelen in de theatertour met Candy, waar we dus dat Field Lab ding mee gaan doen. Spelen we Lily Was Here. Oh ja, dan heb je zo'n snare zo. Vind ik heerlijk snare ervoor. Ja. Vind ik leuker dan dit. Alhoewel die misschien op de plaat wel meer deze sound heeft, maar dat maakt niet uit. Ik vind dit een hele leuke snare ervoor. Ik mix en match dat wel, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ik gooi het door elkaar. Jij toch ook wel, of niet? Je hebt nu bijvoorbeeld een andere. Heb je ook de originele snare die bij zeker, deze set? Zeker, die is helemaal te gek. Prachtige snare. Geloof ik niks van. Nou, het is toch echt waar. Nee, maar ik gebruik veel verschillende snares. Omdat voor mij is dat eigenlijk, dat maakt eigenlijk het verschil. Okay. Een andere snare sound. Ja. En ik heb jou ook wel gezien dat je met één tom of zo. Kijk, je hebt nu heel veel trommels. Ja. Maar je hebt ook af en toe wel één trommel of zo. Ja, ik wissel mijn opstelling eigenlijk per project. Dus als ik heb nou toevallig een grote set neergezet. Ja. Maar dat is niet altijd het geval hoor. Ik speel soms ook wel eens in een vierdelig setje. Of soms helemaal alleen met een floortom. En dan, ik hou van gekke bekkers. Weet je, die gekke effects dingen. Dat vind ik gewoon heel fijn. Dat vind ik heel tof. Maar qua snares, ja, voor mij is het heel belangrijk dat een snare. Weet je, wat ik heel vet vind, het zijn
als je een beetje, zo'n beetje funky-achtige dingen speelt, dat je echt met in zo'n 16e feel, dan vind ik het fijn om zo'n soort snare te gebruiken als deze. Ja. Dan zou je niet bijvoorbeeld zo'n ding gebruiken. Nee. Wat ik ook wel doe, hoor. Dat is als ik in de studio zit en ik ben echt op zoek naar zo'n geluid, of ik vind dat het nodig heb, dan zoek ik het ook absoluut wel op. Mm-hmm. Maar dit is gewoon de... Dat gevoel, dat wil ik dan echt met zo'n... Dat hoort met zo'n snare. Ja, mooi hoor. En die klank die wisselt per liedje, dat doe jij ook in de studio, neem ik aan. Weet je, soms dan moet je iets inspelen voor iemand en dan ga je echt in die energie van die track zitten. En daar is een snare voor mij echt de allesbepalende factor. Ja, inderdaad. Ja. Want ik neem aan dat dit en die snare die eigenlijk bij deze set hoort, dat niet de enige twee snares zijn die je hebt. Natuurlijk al. Oh nee, ik heb een stuk of 20. Maar dat je inderdaad, ja. Maar dat geldt dus voor mij ook. En dat ik dus inderdaad ook wel af en toe, weet ik veel, zelfs met 12 inch snares enzovoorts bezig ben. En dat vind ik heel leuk allemaal. Maar dat gezegd hebbende, is het ook af en toe wel het geval, Sietse Huisman, dat ik bel met het festival, of weet ik veel, of dat er in de festivalrijden staat van de staat zus of zo'n drumstel, of weet ik veel, in een club, of dat je ergens bent en dat je denkt van, kom er toch net even wat beter uit. En dan speel ik natuurlijk gewoon lekker op het drumstel wat er staat. Want we hebben het al zo moeilijk. Ja, nou ja, goed. Snap je? Dat is echt... Het is een boel gesleept. Dat gesleep, joh. Dat is echt waar. Ja. En af en toe zit ik ook nog wel eens in de luxe positie dat het gewoon lekker voor me geteeld wordt enzovoort. Ja, dat is wel heel vet. Dat is heel tof. Goh. Nou, in ieder geval een hoop besproken. En het is eigenlijk standaard dat we altijd even eindigen met een leuke jam. Is het al zover? Het is al vrij laat. Dus time flies when you're having fun. Ja, echt wel. Dus, super dat je er was. Fijn, dankjewel, fijn, man. Ik vond het echt... Elke kilometer van de afgelopen 200 kilometer heen vond ik het waard. En 200 kilometer, 400 kilometer, ik vond het waard. Ik vond het hartstikke gezellig en dank je wel voor de uitnodiging. Ja, super thanks. Ja. En jongens, tot de volgende keer. Ja.
Bijna gelijk!